En dan nu? Hallo kijkers. Het begon allemaal met deze hoes. Sinterklaas stapt op Adidas schoenen uit een oranje cityhopper. Gekocht voor een euro bij Stichting Overal een jaar of 10 geleden. Er kwamen er meer en nu heb ik een uit de hand gelopen hobby. Het zijn er ondertussen ruim 25. Met fraaie getekende exemplaren erbij. Over 10 dagen is het weer zover. Pakjesavond. Half Nederland doet aan surprises, maar veel mensen weten nu nog niet wat ze moeten maken. De briefjes zijn al weken geleden getrokken en nu komt het erop aan iets leuks en origineels te maken. Mijn collega Mireille Lichterink heeft hiervoor de oplossing. Eerste hulp bij surprises maken. Als je geen tijd hebt of je hebt helemaal geen ideeën, kom je een middag of een avond een surprise maken vlak voor 5 december. Je wordt geholpen bij het verzinnen van een leuke surprise en bij de uitwerking ervan. En aan het eind van de middag of de avond ga je naar huis met een supergoede surprise. Tijdens het maken van de surprise wordt er al nagedacht en gewerkt aan een bijpassend gedicht, zodat je helemaal goed voor de dag komt op pakjesavond. Het kost 15 euro en 5 euro voor de materiaalkosten. En het kan op vrijdagavond 30 november vanaf 8 uur en op zaterdagmiddag 1 december vanaf 2 uur. Het atelier van Mireille Lichterink ligt aan de Graafse Dwarsstraat 14D, dat is de oude Dobbelmanfabriek. Succes met het maken van de surprises, bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Dit is de meest bijzondere. Hier staan Sinterklaas en de Kerstman samen op de hoes.